Ik denk als je in de horeca gaat, als je gaat ondernemen in de horeca, dan ben je eigenlijk al van jezelf een beetje creatief. Dan ben je een mensenmens, wil je dat er gewoon altijd druk op de ketel staat. Als je dan even niks mag doen, 4 weken of zoals begin dit jaar bijna 3 maanden, dan word je gewoon gek. De coronamaatregelen van het kabinet kwamen bij de horeca als een mokerslag aan. Maar dat wil niet zeggen dat ze het bijltje erbij neergooien. Dit is het verhaal van de horecaondernemers die hun schouders eronder zetten en denken in mogelijkheden en kansen tijdens deze crisis. Ik ben Arthur Bassant, eigenaar van Heerlijk.nl, een website waar je meer dan 1000 restaurants kan reserveren in heel Nederland. We hebben gisteren 100.000 gasten teleur moeten stellen die we in de komende 4 weken normaal in heel Nederland zouden plaatsen. Maar we zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. We hebben inderdaad een oplossing bedacht. We hebben alle restaurants aangeschreven, zeker in regio Rotterdam zijn we natuurlijk heel groot. Van ja, wat gaan jullie doen? En dat bleek restaurantboxen. En dat bieden wij weer aan op onze website. In deze coronatijd hebben wij een box samengesteld die mensen thuis kunnen klaarmaken. Mensen kunnen wat extra gerechtjes bestellen, mensen kunnen een compleet menu bestellen. We hebben natuurlijk ons likkerpotje erin met Noordzeekrab en kaviaar. En we hebben deze week een runderstoof erin. Dat is een buff bourguignon met wat champignons en wat aardappeltjes erin. Allemaal heel makkelijk klaar te maken. Hier zit een 4 gangen menu in. En dan kan je met de instructiefilm kan je kijken. Dan geef ik een stukje begeleiding daarin. En de laatste handelingen die je moet doen, die leg ik dan goed uit. En dan kan je een fantastisch 4 gangen menu op tafel zetten. Nou kijk, je hebt natuurlijk als ondernemer zijn er geen keus. Je kan gaan zeggen, oké, we moeten dicht en ik ga zitten en ik laat het allemaal op me afkomen. Nu moet je juist gaan ondernemen. Nu gaan de mensen opstaan. En je moet als ondernemer ook zorgen dat je ongelooflijk positief bent tegenover je hele brigade. Jij bent verantwoordelijk voor die mensen, moeten allemaal hun centjes blijven krijgen. Dus je moet gewoon die positiviteit uitstralen. Ja, dat is een stukje ondernemerschap natuurlijk. In principe ben ik voor alles vind ik leuk om te doen. Als het maar wel met kwaliteit te maken heeft. En het moet wel aansluiting hebben met hetgeen wat we hier in het restaurant doen. De 4 weken gaan wij ons concentreren op dit. En voor de rest is dat voor nu voor ons even het allerbelangrijkste. Positief blijven denken, omdenken, maar ook niet te gek doen. Dus blijf wel bij hetgeen wat je eigenlijk doet. We hebben eigenlijk gewoon gelijk uiteraard de zaak dichtgegooid. En we hebben een online supermarkt opgezet. En vanuit daar kunnen mensen nog steeds onze producten kopen. Wat kan je daar kopen? Ja, vooral voornamelijk pizza do-it-yourself boxen. Daarnaast verkopen we ook onze voorgebakte pizza's online. En dat is eigenlijk een pizza net zoals dat je hem koopt in de supermarkt, alleen dan goed. Dus dit is eigenlijk de pizza zoals je hem krijgt via onze webshop. Dus via de online supermarkt. En in feite krijg je een pizza gevacumeerd, getopt, belegd. En die moet eigenlijk 10 minuutjes op 200 graden. En dan ben je klaar, dus dan kan je eten. Mensen staan op, dat klopt. Zeg maar. Het kaf gaat zich van het koren scheiden. Ga niet bij de pakken neerzitten. En zorg dat je creativiteit op hol laat slaan. En zeg maar, dan gaan er nieuwe dingen komen. Afgelopen keer is daar een hoop uitgekomen. En ik denk dat deze keer ook weer gaat gebeuren. Dus we gaan gewoon niet lullen, maar poetsen. Dus de schouders eronder en gewoon gaan. Het is herfst, het is koud, het is fris. We gingen eigenlijk naar een zomer toe. We wisten nog niet zoveel eerder dit jaar. En nu weten we, lockdown is eigenlijk gewoon heel, heel beroerd. En het wordt koud en het wordt winter. Dus thuis dingen eten, laten bezorgen of zelf met boxen gaan werken. Dat wordt heel erg belangrijk deze zomer. Om de ondernemers een hand boven het hoofd te houden. Maar ook om zelf nog een beetje lol te hebben thuis. En die boxen, daar zijn de ondernemers wel goed in geworden. Tijdens de vorige lockdown hebben ze daar handigheid in gekregen. En iedereen heeft die eigenlijk direct weer opgestart afgelopen week. Gewoon eigenlijk al bijna voor de persconferentie van Rutte zag ik ze alweer overal op de Insta's en op de websites weer tevoorschijn komen. Dus dat wordt denk ik wel weer een levenslijn voor veel horeca deze winter. Dit is het loket. Hebben wij vandaag laten maken. Hij is af. Ik moet het nu nog inrichten. En vanaf hier ga ik iedereen een lekkere gezonde hap geven, hoop ik. Dus van achter het loket, lekker eten. Alles kan nog.
Ik hoop dat heel veel mensen ook creatief zullen gaan nadenken. Wat je nu ziet is leeg. Ik ga het helemaal inrichten en zo vind ik leuk. Want ik blijf heel artistiek en creatief. Ik ga gewoon heel veel afval doen, ja, broodjes verkopen. Ik blijf wel bij mijn principe dat ik nog gezond eten wil verkopen. Daarom noem ik het ook geen junkfood, maar streetfood. Ik gebruik nu natuurlijk een heel groot gedeelte van het restaurant niet. Samenkomsten zijn op zich niet verboden. Hè? Ze mogen alleen niet eten en drinken. Misschien kunnen een aantal theatermakers of muzikanten hier komen oefenen. Alleen zolang dat met 3-4 mensen is, mag dat volgens mij. Kijk, ondernemen is ook risico. Hè? Risico nemen. Dat geldt ook voor ZZP'ers trouwens. Als je geen opdrachten meer krijgt, dan moet je misschien anders gaan denken. In de nare tijden. Dat zorgt ook voor extra impuls. Misschien extra creativiteit, anders denken. Voor de gasten is het ook nu ineens herfst en straks winter. En dat is natuurlijk wel eigenlijk op de bank gaan zitten, tv of Netflix aan, pak ijs erbij en ja, dus lekker thuis zitten. Nou, dat kan prima. Alleen bestel dan gewoon bij de horeca. Dus doe dan gewoon een paar keer per week. Ook, hè, in plaats van dat je dan naar de supermarkt loopt, waar je nog met je mondkapje op moet, het allemaal ingewikkeld is, die superjaar achter de rug hebben, bestel dan bij de horeca. Of ga even afhalen en spreek gewoon al eens maar heel kort even met die ondernemer. Steek hem een hart onder de riem en geef je geld daaruit.